Belevenis van een agent. Politieagent Jacobus Huijer schrijft een boek. Hoe komt u daar zo bij? Ik ben een paar jaar terug begonnen met het schrijven van een blog voor de politie in Rotterdam. Via de internetsite van de politie kon je die lezen. Alleen ze werden heel moeilijk gevonden door de burger. Nou ben ik een klein jaartje Twitterkop. En toen ben ik de verhalen via Twitter gaan delen met de volgers die ik had. En die verhalen sloegen eigenlijk zo goed aan dat er steeds meer gevraagd werd om de verhalen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd tot dit boekje. Hoeveel verhalen van het politiewerk staan er in dit boek? Er staan nu 32 verhalen in het boekje. En, dat is een aardige hoeveelheid. Hoe lang bent u daar ongeveer mee bezig geweest? Ik ben er 3,5 maand tot 4 maanden mee bezig geweest. Er staan er 32 verhalen in het boek. Welk verhaal, als u daaraan terugdenkt, maakt dan het meeste indruk? Het verhaal van het jongetje van 15 die onder de trein omgekomen is, dat heeft mij heeft heel veel indruk op me gemaakt. Zelfs tijdens het schrijven moet je daar weer aan terugdenken en ja, krijg je af en toe nog eens een knoop in je maag. Ja. Er staan er ook uiteraard leuke verhalen in? Ja, dat klopt. Het is een boek met een lach en een traan. Dus, er moeten mensen lachen om de verhalen en het leukste verhaal, daar begint eigenlijk bijna het boek mee. En die heet, hey Jacco, weet je nog? Dat is het moment dat ik achter een bromfietser aanrijd. Die zegt uiteindelijk zelf een sloot inrijd. En op dat moment is dat niet om te lachen, omdat je weet hoe kwetsbaar een bromfietser is. Alleen achteraf aan de koffietafel kun je daar smakelijk om lachen. Waar is het boek te koop? Het boek is te koop bij mijnbestseller.nl. En eerdags ook via bol.com en de grote boekhandels op de internet. En bij een aantal kleine boekhandeltjes in de stad of op het dorp. En dan snel deel 2? Ik ben druk bezig met een tweede boek. En dat zou een iets andere vorm gaan krijgen dan nu. Ook in verhaalvorm. Maar dan meer vanuit mijn jeugd vandaan naar nu toe. Van joh, hoe kom je er nou bij een politieagent te worden? Heel veel succes. Dankjewel. Belevenissen van de agent. 32 verhalen. We doen dat ook vaker bijvoorbeeld de koningin van Leiden of zo. De dichter van de Tweede Maasvlakte. De koningin dat deed. En wij mochten de koningin van Leiden. Dat is helemaal mooi natuurlijk. En onze basis is nog groot.